mijn naam is Bram Verhillen van de firma Unit. Wij zijn al sinds vele jaren importeur van Totem en Rega. We staan hier vandaag op de AIR Show 2021. En we hebben tal van leuke en nieuwe producten bij van zowel Totem als Rega. We hebben zowel een statische ruimte waarbij we eigenlijk iedereen graag meenemen door heel het analoge verhaal van Rega. Natuurlijk hebben we ook het versterkere gedeelte en daarmee hebben we een kleine demoruimte kunnen bemachtigen. Waar we een leuke kleine opstelling hebben gezet van een Rega elektronica apparatuur, zowel de geïntegreerde versterker als een fonotrap, als een Planar 10 draaitafel en dan op mooie Totem akoestiek luidsprekers, wat altijd een hele mooie combinatie is met Rega. We hebben inderdaad de line-up van zowel de entry-level draaitafel, de Planar 1, dat is de instapdraaitafel van Rega, van €369, speelklaar, gemaakt in Groot-Brittannië. En zo gaan we eigenlijk stapsgewijs heel het gamma door van Rega. Van de Planar 1 naar de Planar 2, €509. Krijg je een mooiere arm, een glazen plateau. Van de Planar 2 gaan we naar de Planar 3. Wat gaan we daar weer veranderen? Dus de RB330 arm. Krijgen we een iets dikkere glazen plateau. Een betere motor. En ook de mogelijkheid om een externe voeding toe te voegen. En zo gaan we stelke stapsgewijs naar de Planar 6, Planar 8 en Planar 10. En zo nemen we iedereen een beetje mee door heel de range van de Rega draaitafels. Het valt echt wel op dat de meeste mensen die gaan gelijk naar de hogere modellen, de Planar 8 en de Planar 10, omdat dat toch wel een beetje tot de verbeelding speelt en een futuristisch design eigenlijk heeft. En dat spreekt mensen zeker aan. Heel veel mensen kennen natuurlijk het Rega-verhaal, het analoge verhaal van Rega. En ja, door herhaling, door al die jaren heen, hebben we tal van mensen die Rega bezitten. Dus er zijn altijd van mensen met heel wat vragen of benieuwd naar nieuwigheden. En Planar 8 en Planar 10 zijn toch wel echt wel de topmodellen voor Rega. Ja, dat spreekt toch echt wel voor de verbeelding bij de mensen. De absolute topdraaitafel van Rega spelen we hier, dat is de Planar 10, in combinatie met het Aveta 3 cartridge MC element. Gekoppeld op een Aria Phono Stage, die we dan ook Moving Coil gebruiken. En dan op de laatste nieuwe geïntegreerde versterker van Rega, de Aitos. En dat gekoppeld op de Totem Tribe Tower vloerstaanders, wat een zeer compacte vloerstaander is en die ideaal eigenlijk is voor een kleine ruimte. Zeker, zeker. Als je de mensen zag knikkenbollen en voetjes gingen op en neer, ja, dat is altijd wel, geeft de juiste vibe. En dan gekoppeld aan de juiste muziek vinden we ook altijd belangrijk om gewoon muziek te spelen van alle soorten, alle genres. En daar moet het toch om draaien. En dat hebben we vandaag zeker gemerkt dat iedereen wel zeer enthousiast was over zowel de klank als de muziekkeuze. Dat komt omdat de synergie tussen zowel Totem en Rega zeer goed gaat. Het zijn beide zeer muzikale en zeer gemakkelijke producten. Het voordeel is van Totem is alom gekend dat het een zeer kleine, compacte luidspreker is, maar die wel een zeer, zeer groot beeld kan neerzetten. En dan in combinatie met de juiste controle van een Rega-versterker, ja, geeft dat altijd magie. En dat vinden we altijd zo mooi tussen die twee producten. En in dit geval spelen we enkel analoog, dus hebben we enkel voor gekozen om vinyl te spelen. Maar uiteraard kan u ook op een Rega-versterker gewoon een goede tak opzetten. Of een goede streamer, dat is zeker mogelijk. De focus ligt momenteel zeker bij productie, bij beide merken. Maar natuurlijk, ze zullen Totem en of Rega niet zijn om constant te innoveren en bezig te zijn met vernieuwingen. Je mag er zeker van op aan dat er vanaf volgend jaar nieuwe producten in het gamma zullen plaatsvinden.